We zijn voor het programma Straatpraat in Schagen. Wij willen graag uw mening over wat u vindt wat de perfecte kermis is. Want dit is nu nog een parkeerplaats. Maar het kan zomaar zijn dat hier dit jaar de booster staat. Mijn ideale kermis in Schagen ziet er wel uit gewoon hier rond de markt. Dat de kermis rond de markt is. Want ik had volgens mij gehoord dat hij nu meer daarheen gaat. Meer naar de Julianenlaan. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ik vind het altijd hier juist heel gezellig. Dat het lekker rondom de kerk is. En met de terrassen. Dat iedereen lekker op het terras zit en naar de kermis kan kijken. Alleen gaat hij ook wel korter duren volgens mij. En dat vind ik eigenlijk wel goed. Want ik vond 10 dagen eigenlijk wel heel lang. En het was nooit echt dan heel druk. Alleen met de steprace en het weekend heel druk. Maar eigenlijk is wat korter, vind ik eigenlijk wel goed. Als de stepperrace maar blijft, want dat vind ik de gezelligste avond. Dus ja, voor mij eigenlijk precies hetzelfde. Ik vind ook de kermis 10 dagen vond ik erg lang. Ik vind het wel leuk als het hier blijft. Ik mezelf net weer terug hier in Schagen na een lang tijd weg geweest zijn. Maar ik vind het wel leuk om de kermis straks weer mee te gaan maken hier. En dan het liefst wel hier weer in het stadcentrum. Ja, de perfecte kermis is als het gezellig is, als het leuk verloopt allemaal. En ja, dat het hier zo druk is, kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Maar het hoort wel een beetje bij deze kermis, vind ik. Ja, in 10 dagen of 6 dagen. Ja, wat zullen we ervan zeggen? Ik vind 6 dagen genoeg, maar ik snap dat de horeca daar anders over denkt. Nu zit het wel allemaal erg op elkaar, vind ik. En als je een terrasje pikt met de kermis, ja, dan kijk je tegen de achterkant van allerlei attributen aan. Dus ja. Nee, ik ga zelf nooit eigenlijk naar de kermis. Dus ik zou het niet weten. Dat je veel attracties heb, gewoon dat het gezellig is. En dat er niet, ja, dat het gewoon gezellig is. Dat is voor mij de perfecte kermis. Ik vind dat ze het gewoon hier moeten doen. Ja, hier heb je veel grootte en het is gewoon veel gezelliger. Nou, absoluut hier. Dit is zo mooi, zo gezellig. Dat kan je andere mensen niet aandoen. Dit is de plek, toch? Ja, ik vind het ook. Heel gezellig. Ja, en dan ook komen we hier ook al, toen we jong waren nog, het was ook helemaal top. En nu nog steeds hoor. Ja, en de mensen voor hun huis, dat is natuurlijk niet ideaal. Nee, dat is niet goed. Het geluid en de overlast. En als je kleine kinderen hebt, dan is dat niet ideaal. Zou ik die cafés toch ook niet leuk vinden? Voor de horeca is het toch ideaal hier? Hè? Lekker een drankje en de kermis, de gezelligheid en de mensen om je heen. Nou, dat het heel gezellig is en dat het zoals de commotie in Schagen, vooral in het weekend plaats kan vinden. Maar het gaat natuurlijk om waar zo, hè? Want ze zitten natuurlijk, ze willen het verplaatsen, toch? En daar zijn de mensen het natuurlijk niet mee eens eigenlijk. Ik bedoel, als je er bovenop zit en die mensen die zeggen dat ze er al last van hebben. En ik vind dat ook best wel moeilijk. Ik denk dat ik het ook niet zo prettig zou vinden als ze echt er bovenop zitten. 7 of 8 dagen lang. Ja, want daar gaat het om. Ja. Maar goed, ik kan me aan de andere kant ook wel weer voorstellen dat de kermis gewoon die tijd nodig heeft om hun klandizie een beetje te kunnen. Ja, en de gezelligheid. Want het is natuurlijk iets. De mensen willen gezelligheid in Schagen. En ja, en de kermis is dat natuurlijk. In een centrum van een stad. Ja, de kermis moet gewoon in het centrum blijven. Dat is ontzettend belangrijk voor Schagen. De sfeer, dat hoort er gewoon in het centrum en dat moet ook zo blijven. Er is niks aan veranderen. Ja, kermis hier op de markt, mooi weer, lekker op het terras, kijken hoe de kinderen zich vermaken. Dat is voor mij een perfecte kermis. Nou ja, ik vond het voorheen altijd wel leuk, maar nu dat het zo verplaatst wordt, is het wel gewoon, ja, je hebt overal wat. Dus ja. Je moet echt, het is niet meer zo dorps. Nee, het is veel gezelliger als het dichter bij elkaar staat. Ja, dat was makkelijker.